Zijn collega Luis Suarez is al weken de blikvanger van FC Groningen. Maar cijfermatig moet de Uruguayaan zijn meerdere erkennen in die andere spits. Erik Nefland scoorde inmiddels 7 keer. En evenaart met nog een doelpunt vandaag zijn gehele productie van het vorig seizoen. Die 9 keer winst behaalde Groningen de laatste 9 confrontaties met Den Haag. Mols. Goeie bal op de Loorsje. Prima paas van Mols. Goeie aanname ook van de Belgen. De eerste kans is voor Adel. En onderkant lat. Dan zit het de startploeg ook niet mee. Prima aanval van Adel. De steekpaas van Mols kwam precies op tijd. De Loorsje naar binnen geknepen. Die doet weinig verkeerd. De bal ketst af op de onderkant van de lat. Enorme kans voor Adel. De hoekschop. De kopbal. En dan is het alsnog raak. En Adel leidt. Bunjevcevic maakt zijn eerste goal in dienst van Adel Den Haag. En wat een start is dat dan voor Lex Schoenmaker. Ja, natuurlijk komt er iets los als een trainer vertrekt en een ander daar ineens voor die groep staat. Maar dit is wel heel extreem. Die enorme kans van de Loorsje zo even uit de hoekschop die daarop volgt. Pik Bunjevcevic, Ado naar 1-0. Geweldige start voor Lex Schoenmaker die het in de geschiedenis al 2 keer eerder overnam op interim basis. 1 keer werd Ado kampioen van de eerste divisie. En de andere keer behield hij het elftal voor de eredivisie. Silva. Geeft de bal mee aan Cornelissen. Silva doorgelopen. Heeft een goede voorzet in de benen, de Uruguayaan. Silva, prima bal en de kans is daar voor Nefland. Dat was zeker niet makkelijk voor de Noorse spits bij de eerste paal. Via Loveren naar Cornelissen. En weer naar Silva. Voorzet van Silva en de eigen goal! Nee! Net nog naar buiten getikt door Swinkels. Fraaie redding. Cornelissen met de hoekschop. Weggekopt door Vreven. Florin. En Loveren staat helemaal vrij en is het 1-1. Hij voorkomt zojuist nog de gelijkmaker. Met een hoekschop die daarop volgt, geniet en lopen we zoveel vrijheid. Dat het voor hem geen probleem is om Groningen weer naast Adel Den Haag te koppen. Tweede doelpunt van het seizoen voor Goran Loveren. En binnen het kwartier is het alweer gelijk. En is het weer uiterst gezellig in Euroborg. Tininho. Kolk. De Silva die bal niet helemaal lekker verwerkt. Knopper, Mols. Knopper en weer terug naar Mols. Dan de ruimte bij de Loorsje, maar Mols krijgt de bal er niet. En dus kan Groningen nu weg met Florin. Gestuit door Schwiebe en Vreven. En nu Adel weg met Vreven. Goede bal op de Loorsje. Knopper voor de goal. Knopper voor de goal. Het is 2-1 voor Adel Den Haag. En het is zeer effectief wat het elftal van Lex Schoenmaker doet. Want slechts zelden op de helft van FC Groningen. Maar als de ploeg er komt, is het raak. Prima steekpaas van Vreven. De voorzet is prima. De Knopper tikt dan binnen. Suarez. Goeie aanname van Suarez. De versnelling. Wat kan die man toch geweldig voetballen. Hij bereikt alleen Nefland net niet. Maar de actie was fenomenaal van de tiener uit Uruguay. Cornelissen. Op het hoofd van Tininho. Silva. Nefland, Loveren helemaal vrij. Loveren en het is 2-2. En zo vliegen ze er achter elkaar in. Weer een hoofdrol voor Goran Loveren. En iets meer dan een minuut na de 2-1 van Knopper staat Groningen weer naast ADO. Heerlijke wedstrijd in Euroborg. Onorthodoxe aanval. Loveren geen buitenspel. Die komt dan met deze voorzet en met de knie binnengewandeld door Nefland. Zijn 8e van het seizoen. Dat is een evenaring van zijn totaal van het vorige jaar. Bunjevcevic. Mols. Lanceert zichzelf en Sanko staat te slapen en de Loorsje staat helemaal vrij. Mols ziet dit en dan moet de Belg zorgen voor 3-2. En die faalt niet en dan leidt Ado. Ongekend effectief vanmiddag het elftal van Lex Schoenmaker. Prima doelpunt van de Loorsje, maar Sanko gaat hopeloos in de fout in het duel met Mols. Daar laat hij zich aftroeven door de veteraan die volgende maand 36 wordt. Heeft oog voor de Loorsje. En die rond het keurig af. Roorda
opnieuw gepasseerd. Het zou toch een stunt zijn als uitgerekend ADO Den Haag een einde maakt aan de ongeslagen serie van FC Groningen in het eigen Euroborg. Een serie die inmiddels 15 wedstrijden duurt. Lindgren. Beweging bij Suárez. Goede paas van de Zweed. Suárez met Bunjevcevic, de voorzet. Daar komt Selman, terugleggen, Lovren. Prachtige aanval van Groningen, maar geen 3-3. Nog altijd Groningen met Suárez. En nu kan ADO even rustig ademhalen. Wat een fantastische combinatie was dat tussen Suárez, Selman en Lovren. En het publiek gaat er nog eens achter staan. Zwedik, Suárez. Verdedigd door Vreven ten koste van een hoekschop. Het zijn van die onverklaarbare krachten in de sport, maar ADO voetbalt in deze wedstrijd met nieuw elan. Cornelissen. Bal verlengd en dan krijgt Lovren net de schoen er niet tegen. En ADO nu weg met Kolk. Santi Kolk. Ook Verhoek gaat zich nu melden. Kolk moet de bal even bij zich houden. Verhoek. Slim gedaan, goed zijn lichaam gebruikt. Uitstekend gedaan door Verhoek. En Mols is vrij bij de tweede paal. Maar de Verhoek, zijn paas is matig, toch nog Mols. En dit is vrij gedaan, zeg. Door met name Michael Mols. Die al liggend, vallend, die bal toch nog bij Kolk weet te krijgen. En het is 4-2 voor ADO Den Haag. En je kunt het gewoon niet verklaren in de sport hoe zoiets mogelijk is. Wekenlang knokken. En dan is er ineens een wedstrijd met een nieuwe coach dat het allemaal past. Mooi werk van Verhoek. Zijn voorzet lijkt dan mislukt. Maar Sanko laat zich weer aftroeven door Mols. En die bezorgt de bal bij Kolk. Dan is het simpel voor Santi Kolk. 4-2. Mols is helemaal leeg gespeeld. Die heeft echt geweldige voetbal. Beste man aan de kant van ADO Den Haag. Gaat nu richting de douche. En wordt vervangen door Mark de Vries. Over een maand 36. Ja, zou de beleidsbepalers van ADO toch willen adviseren om hem nog over te halen voor nog een jaar voetbal. Cornelissen. Via Lindgren naar Sanko. Lovren. Die gleed weg en nu kan ADO counteren en is het geen buitenspel voor de Vries. Nou, met z'n drieën af op Bas Roorda. En de Vries die gaat het dan nog spannend maken. De Vries terugleggen voor Hoek. Schot geblokt. Nogmaals voor Hoek. Weer geblokt. En bij de derde keer heeft hij Hens gemaakt. En wordt het geen 5-2 en is het nog steeds niet beslist. Maar wat treuzelt die de Vries lang om dat uit te spelen. Ruimte lag bij Silva. ADO heeft het gevaar van die Silva in de tweede helft veel beter geneutraliseerd. En kan nu weer gaan counteren, de Vries. Verhoek, de Vries loopt door. Geen buitenspel, komt van eigen helft en daar gaat de Vries weer. Nou, nu dan wel, maar heeft de snelheid niet. Moet wachten op de Loge. De Loge dan met de kans en stuit nu op Roorda. ADO verzuimt weg te lopen naar een grote score. Hoe gek dat ook klinkt. De nummer laatst op bezoek bij de helftal dat toch onverslaanbaar wordt geacht in Euroborg. Kolk. Santi Kolk, ja dan zit ook alles mee. Kolk dan met de beslissing nog altijd en hij maakt het dan helemaal af. Dan schiet ADO naar 5-2. En de eerste nederlaag van FC Groningen in de competitie. In het eigen Euroborg is aanstaande. Dit was gelukkig. Het afronden was uitstekend van Santi Kolk. 5-2. In 1981 won ADO Den Haag voor het laatst van FC Groningen. En uitgerekend op de dag dat niemand, maar dan ook helemaal niemand verwacht dat de hekkensluiter in de Eredivisie kan winnen van het in eigen huis ongenaakbare FC Groningen, presteert het elftal van Lex Schoenmaker dat. De cijfers zijn ruim 5-2 en dat nog veel en veel ruimer kunnen zijn.